Meneer, wat is nou eigenlijk de aanklacht? Wat is nou de aanklacht? Vat het eens samen. Jullie hadden je mond moeten houden. Je had moeten zwijgen. Jullie hadden niet moeten preken. Nee, is dat niet steeds wat Satan wil? En wat hij zijn handlangers ook laat zeggen? Zwijgen. Er wordt zelfs soms zwijggeld betaald. Denkt u maar aan de wachters in de hof. De hof van Jozef en Arimathea. Ze kregen zwijggeld als ze maar zouden zwijgen over het wonder van de opstanding. Als ze maar zouden zwijgen over de engelen die gekomen waren en die het graf hadden geopend. Zwijggeld. Johannes de Doper, gemeente, wat had hij veel kunnen krijgen van Herodes en Herodias. Als hij de zonde maar niet had aangewezen. Als hij maar had gezwegen over die concrete zonde van overspel. Maar het heeft hem zijn leven gekost. Die kindertjes in de tempel. Ze moesten zwijgen, zeiden de rabbijnen, toen ze zongen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Wat waren ze boos, de schriftgeleerden. Ze zeiden: Jezus, zeg er eens wat van. Ze moeten stoppen, die kinderen. Ze moeten hun mond houden. Jezus zei: dat kan niet. Ze kunnen hun mond niet houden. En ze mogen hun mond niet houden. Hebt ge nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen? Hebt gij uw lof toebereid? Weet je, wat heeft de paus en velen met hem, wat hebben ze geprobeerd om Maarten Luther het zwijgen op te leggen? Ze hebben geprobeerd hem om te kopen met een hoog ambt. Maar hij liet dat niet gebeuren. Zwijgen. Weet u dat elke christen, elk mens waar die nieuwe geboorte in plaatsvindt, die van dood levend wordt, dat in ieder gaat spreken. Daar kun je niet meer over zwijgen. Met woorden en met je daden. En dat is nou verschrikkelijk in de ogen van de duivel. En hij probeert elk christen het zwijgen op te leggen. Dat kan hij op allerlei manieren doen. Binjan heeft dat ook zo beschreven in zijn christenreis. Als christen in contact komt met Apollyon, dan probeert Apollyon hem het zwijgen op te leggen. Hem weer over te halen om terug te komen naar zijn dienst. En dan wil hij hem grote schatten geven. Zult u erop bedacht zijn, gemeente? Dat als er allerlei omstandigheden kunnen zijn waarom je wel zou willen zwijgen, of misschien wel zou moeten zwijgen volgens mensen, dat als het naar het woord Gods is, als het gaat om die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, dat je niet mag zwijgen. Weet je, ik vind het eigenlijk ook wel iets moois hebben. Het is toch prachtig als de enige aanklacht die ze kunnen bedenken inhoudt: u spreekt over Jezus. Als mensen dat nou op u tegen zouden hebben. Hij of zij heeft het altijd maar over die ene naam. Dat meisje, die praat zo vaak over de Heere. God heb ik lief. Zong er eens een jong meisje. Heb ik gehoord uit de mond van haar broer. Ze zong dat altijd. Ook achter op de fiets. En die jongen vertelde aan zich: als broertje schaamde ik me er wel eens voor. Dat ze altijd maar zong: God heb ik lief. En ze was 10 jaar oud. Toen nam de Heer haar uit het leven. En wat was dat om een troost voor het gezin. Dit meisje had de Heere lief.